Je rijdt op de A2 en je ziet een grote paal met Heijmans erop en een hoop materiaal. Wat zou dat nou zijn? Dat ga ik jullie vandaag laten zien en daarom ga ik even op de fiets van kantoor naar de werkplaats. Machines die we intensief gebruiken hebben goed onderhoud nodig. Zo breng je je auto naar de garage, je fiets naar de fietsenmaker. Want anders is de kans groot dat de dingen kapot gaan. En omdat we bij Heijmans nogal veel machines gebruiken, moet er dagelijks veel onderhoud gedaan worden. En dat doen we hier achter mij op de werkplaats. Nou, wat gaan we doen? Hoi Chantal, we gaan de machine op de brug zetten en dan doen we samen even een kleine inspectie onder de machine. Zullen we de handen gaan? Ja. Kijken we hier of er geen lekkages zijn op de onderrollen. En om de hoeveel tijd checken jullie dit? Om de 500 uren draaiuur. 500 uur. Krijgt de machine sowieso een beurt. Dus wat is de eindconclusie? Dat deze nog helemaal goed is. Helemaal goed. Dit heb ik hier dus gedaan. Redelijke chaos. En hoe heet ze dit ook alweer? Gutsen. Gutsen. En dat is de oude last. Oude lastwerkblad. Ik sta hier ondertussen met Rino. Wat gaan we doen? We gaan een stabilisator eronder uit halen. Niet lekker. Naast knooppunt Hintam. Vond je dit een leuke video? Laat even een like achter en volg ons YouTube kanaal. En weet je waar ik volgende keer naartoe mag? Laat dan iets achter in de comments.